Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Welkom Bij. En we zijn vandaag hier in Jumbo Golf Arnhem. En ik heb een afspraak met Ronald, want hij gaat mij meer vertellen over een long game fitting. Ik heb namelijk een afstandsprobleem. Ik ben op zoek naar een houten 3. In ieder geval het verschil tussen mijn ijzer en mijn houten. En hij gaat mij daarmee helpen, kijken wat het beste voor mij is. En dan hoop ik straks meer lengte te delen. Daar staat Ronald. Klopt toch? Ja, goedemorgen. Dan ben jij vast en zeker Björn. Zeker, Björn. Hey, leuk dat ik hier mag zijn. Welkom. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, want jij gaat mij helpen met de clubs die ik mis tussen mijn ijzers en mijn driver in. Hè? Ja, we gaan kijken wat je in je golftas hebt. Wat je langs de ijzer is, wat je langs de houten is of je driver. Dan gaan we kijken of we daar nog een gat in kunnen vinden en die we eventueel kunnen opvullen met een andere club. Zodat je helemaal compleet bent. Helemaal leuk. Ik zeg, laten we beginnen. Ja, hartstikke leuk. Kom verder. Ja, dan een paar ballen slaan. Nou, ik ben wel warm in ieder geval. Hartstikke mooi. Dus ga ik straks nog zweten. Ja, nee, dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Oké, Björn, je hebt net ingeslagen. Je hebt een aantal cijfers gezien. Ik ga je vertellen wat die cijfers dus inhouden. We zien hier links onder in het scherm de totaalafstand die de bal aflegt in meters. De carryafstand, dus dat betekent hoe ver de bal gaat door de lucht. We zien jouw swingsnelheid in mijlen per uur. En we zien de balsnelheid, ook in diezelfde mijlen per uur. Als we deze twee cijfers door elkaar delen, komen we uit op een getal. Er staat hier 1,4 in dit geval smash factor. Dat geeft de zuiverheid van het raakmoment weer. Dus hoe efficiënt raak jij de bal? En we zien het laatste cijfertje, dat is de landingshoek van de bal. Dus hoe snel komt jouw bal in? Als jij met je ijzer 7 slaat, dan wil je graag dat de bal redelijk snel stopt op de green. Ja. Nu we in hebben geslagen met je ijzer 7, gaan we nu je ijzer 6 ook slaan en ook nog je ijzer 5. En dan gaan we kijken wat dat dus qua afstand gaat. Ja, wat het verschil gaat zijn tussen je 7 eigenlijk. Ja, inderdaad. Zo gaan we het opbouwen. Dus nu mag je ijzer 6 pakken en dan een aantal ballen mee slaan. Oké, Björn, we hebben nu je ijzer 5, je ijzer 6 en je ijzer 7 geslagen. Ja. Ik heb hier een scherm opgezet dat de gemiddeldes laat zien. Wat mij vooral opvalt is dat de afstandsverschillen tussen je ijzer 7, je ijzer 6 en je ijzer 5 heel erg beperkt is. Graag willen we daar wat meer afstandsverschil in krijgen. Dus mijn voorstel zou zijn om een hybride te pakken. Een hybride zorgt ervoor dat je de bal net wat makkelijker omhoog slaat, net wat meer afstand maakt. En dan kunnen we de verschillen tussen jouw ijzer 7 en je langste ijzers wat oprekken. Ja. Ik heb hier nu een hybride voor je in elkaar gezet. Okay. Gaan we kijken wat deze voor jou doet. Ga je gang. Iets vlakker op de grond, als je het clubhoofd vergelijkt met die van de Cobra, zou die iets makkelijker vanaf het gas slaan moeten zijn. We hebben een aantal clubs geprobeerd, we hebben wat vergeleken met jouw eigen clubs. Ja. Uiteindelijk zijn we uitgekomen dat een hybride 5 niet zozeer geschikt is voor jou, maar een hybride 4 zou je wel echt een hele grote verbetering zien. Ja. Nou ja, mijn persoonlijke voorkeur aan de hand van de meting zou zijn de Callaway, maar degene die er net achter zat was de Cobra. Want ik begrijp ook dat er 60 dagen tevredenheidsgarantie is. Dus stel je komt er toch op terug of je denkt misschien moet ik toch die andere nemen, dan is dat ook mogelijk. Ja, zeker. Bij Jumbo hebben we een hele unieke garantie. Mocht er binnen 60 dagen, mocht jij toch niet helemaal tevreden zijn over de club, dan kom je gerust naar ons terug. Gaan we kijken, gaan we opnieuw meten om te kijken, misschien is er nog een betere club voor jou. Ja. In ieder geval jullie bedankt voor het kijken. Het is een confronterende dag geweest, maar wel een hele leerzame dag. Want ik weet nu in ieder geval dat ik niet voor een houten 3 moet gaan, waar ik aan het begin van de dag eigenlijk van overtuigd was, maar voor een hybride 4. Bedankt en tot de volgende keer. En waar we dan zijn, is weer een verrassing. Ja, een hybride dus. Maar welke?